Dit is Pam. Zij is IVF-laborante en zal ons alles vertellen over spermadonatie. Je zult eerst contact moeten nemen met een donorbank, waaronder dat je daarna op een screening, op een gesprek komt. Dus een bacteriologische screening, een bloedonderzoek, waaronder dat er ook een genetische screening gaat gebeuren en ook een spermaonderzoek natuurlijk. De spermaonderzoek daarbij is vooral belangrijk dat eigenlijk zaadcellen na invriezen een bepaalde overlevingsgraad hebben. Als alles van de onderzoeken gunstig is, dan ga je eigenlijk een contract gaan tekenen. De wet verzekert eigenlijk de anonimiteit van de donor. Als er toch aan het licht zou komen dat er genetische ziekte in het spel is, dan kan er natuurlijk contact met ons worden opgenomen, maar er kan geen rechtstreeks contact met de donor gezocht worden. De communicatie kan eigenlijk verlopen via mail, via brief of via telefoon. Dat is een beetje afhankelijk van wat de donor eigenlijk verkiest. Het is eigenlijk zo dat 6 verschillende vrouwen 1 of meerdere kinderen kunnen hebben van 1 donor. Ik denk dat er soms nog een taboe rust op spermadonatie. Dus ik denk dat dat vooral het grootste aandeel is in een tekort zijn. Maar het is ook iets, een engagement dat je moet aangaan. Moest mij een vriend spermadonor worden, dan zou ik er eigenlijk helemaal geen probleem mee hebben. Dat is dan onze spermalokaal of masturbatorium. Dus eigenlijk staat het niet zoveel voor.